Als echte Hollander schaam ik me best wel dat ik nog nooit van mijn leven bij een echte molen ben geweest. Vandaag is de hoogste tijd om daar verandering in te brengen en ben ik op bezoek bij Ricardo, de molenaar van de Jan Polmolen uit Dalen. Welkom in Molen Jan Pol hier in Dalen. Dankjewel. Ga je mee naar boven, dan laat ik je het maalproces zien. Prima. Hartstikke mooi. Ja, ze zeggen wel eens wie het eerst komt, wie het eerst maalt, maar ik denk dat jij beter kan malen. Dat klopt, maar we laten eerst even de molen lekker draaien. Lijkt me een goed plan. Zo, wat een hoogte. Ja, dit is de één na hoogste molen van de provincie Drenthe. Zo. Laat maar draaien, zou ik zeggen. Help je even mee, hoor. Ja, prima. Goed zo. Het proces van het graan malen. Waar moeten we beginnen? We doen eerst een zak graan hier in de kaar. Nou, het graan zit in de bak. Wat gebeurt er nu? Vanuit de schuttenbak gaat het graan naar de stenen toe en dan wordt het tussen twee stenen gemalen tot meel. Dus dit is de meelzonde? Ja, en hier vangen wij het meel op in een zak. Naast het bezichtigen van het maalproces bestaat de Jan Polmolen ook uit een museum, waar je een mooi stukje geschiedenis kunt bewonderen. Wat wordt er allemaal gemaakt van het meel? Brood, cake, koekjes. Oeh, lekker. Wil je het proces nou ook meemaken van dichtbij? Ga dan naar Molen Jan Pol in Dalen, want daar wordt gemalen. En dan malen wij nog even door.